2005 was een jaar waarin wij de plannen die we als nieuwe raad van bestuur hebben opgesteld, hebben gecommuniceerd met onze medewerkers en klanten. Die plannen zijn geconcretiseerd in een adviesaanvraag voor de Centraal Ondernemersraad. Dat heeft toe geleid dat de nieuwe directeuren de tweede helft van vorig jaar aan de gang konden met de deelplannen. De rol van het management binnen het kadaster is cruciaal. Ik denk dat de veranderingen van de komende jaren, de vernieuwing die we zo graag willen, alleen slaagt op het moment dat onze leidinggevenden daar echt in geloven. Wij proberen als bestuur nadrukkelijk met onze klanten in contact te zijn. Dat doen we soms in bijeenkomsten. We hebben een gebruikersraad, maar ik zoek ze ook vaak bilateraal op. De wereld om ons heen verandert, dat merken klanten ook. Digitalisering brengt met zich mee dat totale professies aan het veranderen zijn. Denk bijvoorbeeld aan een makelaar. Op langere termijn voorzie je dat die toegevoegde waarde echt anders moet worden. Veel mensen binnen Nederland weten niet dat wij als kadaster ook een internationale poot hebben. We hebben zo'n 20 projecten in het buitenland, Latijns-Amerika, Noordelijk Afrika, Midden-Oost-Europa, Verre Oosten. En wat doen we daar? Wij helpen die landen lokaal met het opzetten van een kadasterorganisatie. Die landen die hebben nu geen deugdelijke administratie van percelen, onroerend goed. Die landen kijken namelijk door, als ze dat wel hebben, dus goed geadministreerd, dan heb je de mogelijkheid om de winst die je maakt in een land ook te kapitaliseren. Dat betekent dat je als overheid bijvoorbeeld het land kunt belasting op kunt heffen, je kunt olie laten boren, je kunt goud in delven, je kunt het verkopen. En het geeft naar burgers die een stukje land hebben zekerheid dat ze niet constant bang hoeven te zijn dat hun buurman het wegkaapt. Er zijn 200 landen ongeveer op de wereld, 50 hebben het uitstekend geregeld, 50 hebben het helemaal niet geregeld en zo'n 100 hebben het slecht geregeld. Wij richten ons met name op die groep van 100 en dan merken wij dat wij internationaal bij de top 3 horen, wereldwijd. De kadasterorganisatie heeft de afgelopen 5, 6 jaar geen nieuwe mensen aangenomen, ook dus op tijdelijke basis. Wij vinden dat niet goed. Een levende organisatie heeft nieuw en vers bloed nodig. Het hoeft niet per se jonge mensen te zijn, maar we moeten daar echt een paar slagen in maken. Dat betekent dat wij niet alleen, maar met andere spelers in de geo-wereld elkaar hebben opgezocht. En ik weet zeker, ik ben ermee bezig op dit moment, om op bestuurlijk niveau te kijken van hoe kun je nou de kadaster, maar met name de geo-wereld, meer sexy maken voor universiteiten en opleidingsinstituten. Om ervoor de studenten die daar studeren te interesseren voor onze type business. Wij merken dat vaak als we daar presentaties over geven. En het is de moeite waard als je een baan zoekt om eens contact op te nemen met onze afdeling personeelzaak. Om eens te laten voorlichten van wat voor mogelijkheden er zijn. En dat denk ik niet direct aan banen waar je geweldige ervaring mee moet hebben. Maar denk aan afstudeeropdrachten, denk aan stages, denk aan traineeships, denk aan samenwerken tussen onze organisatie en commerciële bedrijven. Dat zijn echt trajecten die met ons bespreekbaar zijn. Godfried Barnasconi, ik ben lid van de Raad van Bestuur van het Kadaster.